80% door de bank genomen staat achter wat wij bepleiten. Goed, maar het vertaalt zich niet in stemmen. Nou ja, kijk, als je een beetje, laten we even een historisch perspectief plaatsen, sorry. Maar in 1994 kwamen we in de Kamer met 2 zetels. Dat werden er 5, dat werden er 9, dat werden er 25. En nu zijn het 2 keer achter elkaar 14, 15. Dus ja, om nou te zeggen dat het door de bevolking werd afgewezen wat wij gebracht hebben, is niet. Nee, maar dat zei ik ook niet. Maar ze kwamen niet, laten we zeggen, het is nooit zo groot geworden dat je kunt zeggen, nu eis ik mijn regerings. Omdat je coalitieland, omdat je altijd zult zien, je kunt dat wel ambiëren en dat moet je ook ambiëren, ambieert de SP ook, maar je zult toch partners moeten hebben waar je het mee gaat doen. En als die om wat voor reden dan ook denken, weet je wat, die laten wij niet toe, op lokaal niveau, provinciaal niveau inmiddels al lang wel, maar op landelijk niveau niet, dan heb je het nakijken weer. Ja. Dus je moet zo groot worden dat ze echt niet meer om je heen kunnen. Nee, dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet met de SP die dan misschien van nog niet, progressieve partijen, okay, nog niet. Van de progressieve partijen het misschien nog het best doet. Nou ja, GroenLinks misschien ook. Maar in ieder geval, dat zijn dan de 2 ja, die een beetje opvallen. De anderen zijn weggevaagd. Ik blijf de vraag herhalen. Wat moet je dan doen om de kiezer wel naar je toe te krijgen? Want je zegt 80% steunt de ideeën wel. Er is heel veel sympathie, we zijn ook geen kleintje, we zijn ook, dat is allemaal waar. Nou, ik denk dat de SP de afgelopen jaren te onzichtbaar is geweest. Mensen niet het gevoel hadden, als ik dan toch een puntje van kritiek moet spuien, wij maakten niet echt verschil. Wij waren niet in opinie maken Nederlands leading, te volgzaam. Te weinig gevoel van urgentie, van er moeten zijn als Kamerlid, als raadslid, te braaf geworden. Te geïnstitutionaliseerd, zou ik maar zeggen. Dus niet des SP eigenlijk. En ik denk dat we daar naartoe terug moeten. En je ziet ook dat zo'n Sanders met zijn hele campagne die hij gevoerd heeft, ja, dat sprak toch ondanks leeftijd vitaliteit uit, wil uit. En jouw dochter is de reddende engel? Nou. Het is dynastie, hè? Ja, je mag het noemen zoals je wilt. Daarvoor ziet, behalve wat de koning betreft, de Nederlandse grondwet niet in. Nee, nee. Nou ja, de Nederlandse grondwet heeft sowieso niks te maken met politieke partijen. Nee. Maar, kijk, wat zij gedaan heeft is. Ze heeft politicologie gestudeerd. Is daarna bij de vakbond gaan werken. Is al in een heel vroeg stadium door Emiel Roemer gevraagd om naar de Kamer te komen. Dat heeft ze wijselijk afgewezen en gezegd: nee, dat doe ik niet. Ik ga niet nu wel in de Kamer zitten. En na die 8 jaar waarin ze die hele organizing afdeling bij de FNV heeft opgebouwd, uiteindelijk heeft ze die overstap wel gemaakt. En dat werd snel gevolgd door het vertrek van Roemer. En toen is er druk op haar uitgeoefend dat zij het toch maar moest doen. En de onzichtbaarheid, was dat Roemer? Nou, niet eens zozeer Roemer, lijkt mij. Want die was als fractievoorzitter natuurlijk toch wel redelijk vaak in beeld. Maar de rest van de fractie, veel mensen van de fractie, waren toch slecht zichtbaar.